In deel 1 van 50 jaar karting hebben we vooral kennis gemaakt met Randolph Bath en Kees van de Grint. Er zijn in Nederland maar weinig lui die in de autosport zoveel hebben metgemaakt als Kees van de Grint. De laatste jaren waren vooral bekend als bandexpert van Michael Schumacher en Ferrari en behaalde hij door met meerdere wereldtitels in de Formule 1. En op de kartingbaan in Vols demonstreerden de beide heren hun kunnen op de historische karts. In deel 2 maken we kennis met de modernste stand van zaken in de kartsport. De gast is onder andere het BR Racing Team. Een van de coureurs van het BR Racing Team is Manon Chavagne. Binnen dat team wordt het technisch en tactisch ondersteund. Onder andere door Roy van Voorde, een van de oprichters van dit BR Racing Team. Roy, inmiddels technisch ingenieur in Duitsland, is een van de oprichters van BR Racing en ooit begon als vakantiewerker op de kartingbaan in Vols. Wie dat ziet, had zich in 50 jaar tijd toch veel gedaan in de karting. Dingen die direct in het oog vallen zijn natuurlijk de spoilers. Deze plastic spoilers die tegenwoordig op een kart gemonteerd moeten zijn, wat ook reglementair voorgeschreven is. Meneer Chavagne, ik ben hier in Vols aan het trainen. Doe je echt wedstrijden, hè? Ja, ik rijd nu de Vos, dat is in België. En de BNL, is het Benelux kampioenschap. En wat hield dat in, zo'n kampioenschap? Je denkt, moest je dan wedstrijden rijden? Ja, in de Vos is het 6 wedstrijden. In de BNL het zijn er 3. 2 in België en 1 in Frankrijk. Verder zijn er bij de sturing heel veel afstelmogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld het kaster veranderen. Het kaster is dus gewoon de wielvlucht. Uiteindelijk, dat is het wiel zeg maar, zo naar achter kantelt. En dan heb je ook als tweede afstelmogelijkheid dan het camber. En daarmee kunt ze de wielen dus echt in A zetten, bijvoorbeeld, of in V. En wie begint ze nu met zo'n gat? Wie ben je ooit terechtgekomen in een echte wedstrijdkart? Ja, mijn pap ging een keer binnenkarten. En toen wou ik dat ook. Toen heb ik toch een licentie gehad en toen wou ik steeds helder. Toen zijn we boete terechtgekomen. Dus is dat zo vanzelfsprekend, dan heb ik een licentie gehaald, maar dan kun je het weer kijken, denk ik, hè? Ja, op zich niet voor een binnenkartlicentie. Gewoon een paar lessen volgen, omdat ik toen nog redelijk jong kwam, moest ik die halen. En toen heb ik dat gedaan. Toen heb ik een jaar binnengereden en toen zijn we naar boete gegaan. Het laatste grote punt wat veranderd is, is de telemetrie. Vroeger was er eigenlijk helemaal geen telemetrie op de kaart, dat is er tegenwoordig wel. De rijder kent dit zien op dit display. En dan kent men bijvoorbeeld zien wie snel de laatste rondetijd wordt. Dat is in dit geval dan 56,35 seconden. Verder heeft de coureur ook informatie over de watertemperatuur. Dat is deze waarde. Dat is in dit geval 61 graden. Die werd gemeten ook met een sensor die hier op de cilinderkop gemonteerd is. Is natuurlijk ook heel erg belangrijk als er bijvoorbeeld een technisch probleem is aan de motor, dat een waterslang los zit, of dat er te weinig water in het systeem zit, werd de motor te warm en dan is het natuurlijk van belang dat de rijder dat in de gaten hield en nog tijdig stopt dan, want anders zou de motor gewoon kapot lopen. Maar doe best de fiets bij het team. Betekent dat ze zo gaat niet gewoon zelf kunt doen? Ja, het kent wel zelf, maar bij een team is net een stukje makkelijker. Het is anders. Je krijgt meer begeleiding en hun helpen er overal met. Dus dat is wel fijn. Wat als team heel erg belangrijk is, waar we met dit soort systemen werken, is dat ze het riers met elkaar kunnen vergelijken. Informatie die ze daarvoor nodig hebben, is natuurlijk de layout van de baan. De layout van de baan werd ook door het systeem automatisch opgenomen. Het gebeurt door middel van een G-krachtsensor, dus ze met eigenlijk de zijwaartse krachten. De sensor is hieronder de spoiler gemonteerd. En een andere waarde die ze er ook voor nodig hebben, die met het systeem überhaupt weet wie lang bijvoorbeeld de rechte lijn is, is een snelheidsmeter. En dat is hier achter op de achteras gemonteerd. Het voordeel is, wanneer ze dan die waardes met elkaar kunnen vergelijken, is dat ze bijvoorbeeld kunnen zeggen dat de rier door eerder op het gas gaat, of dat de rier door later remt, of dat er het kart beter liet rollen, dat er meer snelheid in de bocht met nump. Uiteindelijk is het natuurlijk het doel om alle riers in het team even snel te krijgen. En dat ze hopelijk allemaal zo goed mogelijk vooraan hebben. Leg eens aan de lui wat zo leuk is aan karting. Ja, ik weet het niet. Misschien gewoon de snelheid. En het is toch zo snel, zo kort wie het asfalt. En ik weet het niet. Dus gewoon, ik doe het al zo lang en ik vind het leuk. Dus. En hoe voelt het je nu weer voor? Zie je geen wedstrijden gereden, hè? Nee. Ja, deze baan is niet voor de wedstrijden van tegenwoordig geschikt.
Wat is het verschil tussen een wedstrijdbaan en hier in Vught? De wedstrijdbanen van nu die zijn wat breder. Omdat we nu met 36 man of 34 rijden, ja, is dat toch wel nodig. Maar hier zijn eerder wel wedstrijden gereden. Vroeger is hier toch het Nederlands kampioenschap gereden. En tegenwoordig zou dat eigenlijk helemaal aangepast worden. Dus voor creatief te rijden is steeds wel leuk, hè? Ja, dat is hartstikke leuk voor te rijden. Het is wel eens geen anders ook. Ja. Jaar karting in Nederland en Bino Juslang kent vooral een kartingbaan in Vught. De uitbater op dit moment is er Johannes Jo. Ik ben al heel lang verbonden aan deze kartingbaan, hè? Ja, ik zit hier al momenteel 38 jaar aan die baan verbonden, ja. Kun je me de geschiedenis van deze baan vertellen? Wie is hij ooit met begonnen? In 1963 is hij in de Hasselzoeren vervolgd. Daar is hij begonnen om dat aan te leggen. Maar dan is hij vandaag de begrotingen wat een beetje verkeerd gemaakt. Dus voordat het kartcircuit klaar was, wordt eigenlijk de man al failliet omdat de begroting niet klopte. Toen is een Thieu Heeseman uit Eindhoven, die zoekte een circuit voor zijn zoon Lotte te trainen, Twan. Dat zo toen in de kartsport. En hij had het ter oren gekregen dat hij een circuit te kopen hoor. En hij had dat circuit toen gekocht voor hem zijn zoon Lotte te trainen. Maar wat kiest hij dan natuurlijk? Als hij ging aan het varen is, dan kwamen een hele hoop lui kieken. En die dachten van, dat zou we ook wel eens leuk vinden om op zo'n kart te stappen. Dus sinds ze toen in de tijd zogen ze dat toch een beetje broodwinning in. Hebben ze het huurkart gekocht. En die zijn ze toen gaan verhuren en meegens toen gevrot of benaderd worden om dat eigenlijk een beetje mee op te starten. Ik ben er nooit mee weggekomen. He. Ja. Ja, in vergelijking met 1964 is in 2010 natuurlijk veel meer te doen over het milieu. Het is een verscherpte wet en regelgeving. Wat merkt zich daarvan? Vroeger waren het nog met tweetakmotoren, maar dat gaf natuurlijk een helse kabaal. Dus in 1990 zijn we overgegangen op viertakmotoren. Om toch door een beetje meer bij te dragen dat het geluidniveau minder werd. En we zijn ook verbonden aan strikte milieuregels voor Kia. Elk jaar kregen we een bedrijfscontrole van de provincie Limburg. Dus een algehele controle van opslag van benzine, van geluid en zo gaat allemaal. Maar als je zich goed aan de regels houdt, heb je daar natuurlijk geen moeilijkheden mee. Dus ondanks het feit dat zich hier tegen de natuur aanliegt, hoeft ze zich nergens geen zorgen voor te maken? In principe niet, want ik hoop me fijn aan de regels. En er is nog nooit opmerkingen of aanmerkingen over gemaakt over de provincie. Die zijn top tevreden, dus wie hij alles lupt en wie hij alles in de gaten gehouden werd. Nee, we hebben hier een vrije natuur, hier lupt heel veel wild rond. Laat ik zeggen, dus nee, ik zie geen probleem. Nee. Omdat we hier met een gemotoriseerde sport te maken hebben, kan ik me voorstellen dat het gevaarlijk is. Gevaarlijk is het eigenlijk net. Die vroeg hier heel veel gesteld voor klanten, ook als kinderen komen varen. Met een goede instructie wie het behuurt, het karten gebeurt, is het eigenlijk niet gevaarlijk. Ik zeg het maar zo tegen de klanten, met een fiets kan gevaarlijk zijn als ze het verkeerd gebruikt. Dat is met karts natuurlijk ook zo. Heb ze één soort kart wat hier voor staat, of zijn er meerdere soorten? Grotere, kleinere, snellere, langzamere? Ik heb karts voor kinderen vanaf 7 jaar. Ik heb kart voor volwassenen, van zaken nummer van 13 tot 99. Momenteel heb ik een duo-kart. Dat betekent als je met een kind kunt, of wat gehandicapt is, of wat toch ook eens met de sport kennis wilt maken. Nou, dat is bij ons mogelijk. Dan met de medewerker van ons of met de ouders samen kunnen ze dan op een kart klimmen. Ja, precies. Dus het ganse gezin kan bij mij terecht? Ja, het ganse gezin kan bij mij terecht komen, inderdaad. Ja. Wie ziet de toekomst er voor een bedrijf zoals sticht dat hier hubs uit? Je moet natuurlijk altijd bezig blijven, hè? Immer vernieuwen. De volume verlangen immer geen meer. Ze verlangen niet alleen karten, ook een gans product erbij verzund. Op het moment hebben we een blok bijgebouwd om barbecue arrangementen. Jullie willen niet alleen karten, komen met clubjes of komen met groepen, willen dan ook barbecue of zo. Je verdunt nu momenteel ook boogschieten erbij. En jullie willen immer geen anders. Ze moeten altijd bezig blijven. Dat deed gelukkig mijn vrouw. Dus, Ja, want ik ben meer de man van de kart, van de techniek. Ja, ik ben de man van de techniek, lof van zeggen. En ik zeg, maar mijn vrouw is de man van de papiertjes en de lettertjes. Die vrouw is ook de gastvrouw dan? Ja, is ook de gastvrouw, ja, precies. Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Top.